En welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is weer maandag, dus dat betekent dat we weer in het prachtige Madeira zijn. En vandaag is het weer echt heerlijk. We hebben even de zon gemist afgelopen keer in Madeira, maar vandaag is het toch echt heerlijk. Ik ben vanochtend even naar het hospitaal geweest om 8 om nog even wat te regelen. Ik heb nu dit eromheen zitten voor een versteviging, dus dat is heel erg fijn. En nu lopen we naar een plekje om even lekker te brunchen. Heerlijk. Lekker, beginnend met een beetje yoghurt en fruit. Enjoy. Next meal. Enjoy. Last one. Even een ijsje halen. Yay. En we zijn weer backstage. En Janina, haar haar wordt al gedaan. En ik ga nu mijn make-up doen. En vanavond hebben we avond Nadia. How do you feel after the battle? Exhausted. We zitten midden in de show en we gaan nu de flower dance doen. Yes, net de battle gehad, dus vandaar, maar dat is een heel erg uitputtende dans. Maar nu flower dance. Dat wij als crew zijnde hier weg moeten van Beach Club. Dus wij moeten nu onze koptelefoons weer inleveren. En dan moeten wij naar het crew gedeelte gaan. Dus waarschijnlijk gaan we even naar dek 19 als het te koud is, naar dek 2. Dus we gaan ze even hier achter inleveren. Even naar de wc. Ja. En dan gaan we even naar dek 2. Maar volgens mij is de crew bar al dicht. Dus geen drankje. Maar wel even gezellig zitten nog voordat we gaan slapen. Nog even een wijntje gebakt met mij. Gezellig. Good morning. Morning. Dit is ons laatste good morning ever. Hoe laat is het? Dat wil ik niet zeggen. Oh. Ik slik me ik even. Ik vind niet dat dit in de vlog. Nee, ik ook niet. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan. Ik heb ze al een beetje soort van vastgezet met wax. En zo meteen doe ik een foundation op en zijn ze helemaal weg. Voor steampunk voor vandaag ook met deze pruik. We zijn net begonnen met Steampunk Circus en ik heb net het eerste nummer gedaan. En het volgende nummer doe ik zelf helaas niet mee, want ik heb nog last van mijn blessure. Maar goed, de rest kan ik wel doen. The show has started. Why are you here? Maar goed, ik kan het dus volgende nummer dus nog niet doen, aangezien ik nog steeds last heb van mijn blessure. Maar de andere nummers gelukkig wel, dus alleen dit nummer hoef ik dan even niet te doen. Achter mij zie je ook het scherm van het podium. En hier achter mij zijn ze druk bezig met hun haasverkleding voor het volgende nummer. En ik ga me alvast omkleden voor het nummer wanneer ik erop moet. Het eerstvolgende nummer waar ik zo meteen wel gelukkig in zit en kan dansen. Dansen met lichtjes. En voordat je opgaat, dan worden ze zeg maar hier gepreset. En dan kan je ze hier dus pakken en hieronder zit het knopje waardoor ze zeg maar aangaan. Dit is het nummer carousel waar ik normaal gesproken ook zelf in zit. Alleen door mijn pols kan ik dit natuurlijk niet doen, want ik kan mezelf echt niet ergens aan vasthouden of ergens aan opduwen. Dus ja, ik ben nu al omgekleed voor het volgende nummer. En dan heb ik dit aan. En dan dansen dus met die lampjes die ik net liet zien, die hier staan. Dus dan ga ik even twee pakken, want ik moet er ook eentje meenemen voor een zanger die al op het podium staat. Ready? Ja. Let's go, show 2. Yay! Goedenavond. Ik lig inmiddels al lekker in bed. En ik heb even mijn vlog bewerkt. En inmiddels is het al 2 uur 's nachts. En je denkt, waarom ben je nog wakker? Mijn moeder komt morgen. En ik ben gewoon zo blij dat ze gezellig langskomt. Samen met John, haar vriend. Ja, waardoor ik gewoon echt nog helemaal wakker ben. Dus vandaar dat ik even mijn vlog heb geëdit. En nu is het wat later, is dat ik misschien wel in slaap kan vallen. Dus ja, oh ja, en ik heb hierachter in mijn bed allemaal foto's hangen van familie en vrienden die ik allemaal had gekregen en mee kon nemen. En hier heb opgehangen met magneten. Dat is echt super leuk. Dus ja, dat had ik volgens mij nog nooit laten zien dat ik dat heb opgehangen. En nu ga ik proberen lekker te slapen, want morgenochtend ze landt hier om 10:30. Dus rond 11 uur denk ik dat ze een beetje
ja, het vliegtuig uit is en de airport uit is. En dan moeten ze nog met de bus. En dan vervolgens moeten ze ja, naar een bushalte hier in de buurt. En dan haal ik ze daar op. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Dus ik ga nu lekker snel slapen, zodat het lekker snel morgen is. Goedemorgen, ik ben onderweg naar het busstation om mijn moeder en mijn bonusvader op te halen. Ze zitten nu in de bus vanaf het vliegveld en zometeen stoppen ze bij het busstation waar ik nu naartoe aan het lopen ben. En ik heb echt super veel zin in om ze te zien, dus ik kan echt niet wachten. Ja, ja, wie ik heb gevonden, aangelukt vonden ze mij! Woehoe! Even een rondleiding over het hele schip. Even lekker een koffietje drinken met z'n allen. Dit is een overval. Nee! Dit is overval. Ja! Oh, wat leuk! Ja, hè? Wat? Ja, hè? Dat is wel wat, hè? Ja, ze wist het niet. Nee! Oh, wat superleuk! Oh. Ineens staat de hele familie voor mijn neus. Mijn opa en oma, mijn tante, oom, neefje. Ah, echt leuk. Oh my god. Ik dacht dus dat alleen mijn moeder en mijn stiefvader zouden komen. Stond ineens gewoon mijn opa en mijn oma achter mij. Ik had eerst even het hele schip laten zien. Dus ging even koffie drinken. En toen was ik gewoon aan het zitten. Ineens hoor ik gewoon een bekende stem. Ik draai me naar achter. Staat ineens mijn opa achter me en mijn oma. Nou, ik kreeg natuurlijk gelijk tranen in mijn ogen. Echt zo leuk. En toen ging ik daarna weer zitten. Zie ik ineens van in de verte. Zie ik gewoon mijn tante, mijn oom, mijn neefje, mijn nichtje aankomen lopen. Oh, echt zo leuk. Dus we zijn hier gewoon met z'n allen op het schip. Gewoon mijn hele familie. Dus dat is echt super leuk. Ik kan echt niet wachten. En als het goed is, gaan ze proberen om de eerste rij te zitten met z'n allen. Zijn er gewoon 10 of 9 mensen die gewoon naar me aan het kijken zijn. Echt zo leuk. En zo blij dat ze hier zijn. Dus ik kan niet wachten om nu op te treden en te laten zien wat ik hier doe als danser. We hebben zo meteen de show Love. En ergens hier in de zaal zitten mijn ouders en mijn hele familie. Ah, ik heb er zoveel zin in. We zitten gezellig te eten bij Oceans. Krijgen we ons voorgerecht? Gaan ze precies allemaal naar het buffet? Zitten we hier met z'n tweeën, hè, oma? Ja, ja. En we hebben voorgerecht al gekregen. Maar ze zijn aan de andere kant bij het buffet. Dus we wachten maar even op ze. Dat is toch ook een voorgerecht? Ja. Ja, dat is ook een voorgerecht. Ik weet niet wat opa heeft besteld. Geen idee. Eet smakelijk allemaal. Lekker. En ik ben weer backstage voor show 2, de second show. Goedemorgen. Ik ben hier gezellig met de hele fam aan het ontbijten. Lekker, gezellig. Zijn we een licht ontbijtje? En opa en oma die zijn verdwenen. Maar die zijn even deze ochtend. Geen idee, ik denk dat die verdwaald zijn op het schip. Nou, opa en oma zijn terecht hoor, we hebben ze gevonden. Ja. Ze waren even kwijt, maar we zitten even gezellig nu een koffietje te drinken. Ja, lekker aan de koffie. Ik heb net nog even heerlijk gegeten met mijn opa en oma. En uiteindelijk kwamen ook mijn moeder en John terug vanaf buiten. En zij zijn nog even daar met z'n allen aan het eten. Maar ik moet helaas werken. Ik moet bij een restaurant gaan staan en moet ik gewoon gaan zeggen van hoi, wil je je handen wassen en je even met zo'n beetje desinfectiespul op je handen doen. Want op dit moment is een soort schipvirus bij de passagiers een beetje rond aan het gaan. Dus we proberen het natuurlijk te stoppen doordat iedereen zijn handen gaat wassen en bladibla. Dus dat moet ik nu gaan doen. Ik moet daar nu gaan staan bij een restaurant. Maar voor een klein uurtje, dus dat is mooi. En daarna ga ik weer lekker terug gezellig naar mijn familie.
Zo, ik ben net terug van de duty en ik ga nu even lekker sporten. Zelfs mijn moeder gaat mee sporten en ik denk ook John. Dus we gaan even gezellig met z'n drieën sporten in de sportschool. Even gezellig sporten met de fam. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Salami. Happy birthday. Naar de queue! Woehoe! Yeah! Let's go! Goedemorgen, de hele stoet en de taxis, want we gaan een leuke tour maken. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Park binnen, dus we moeten even entree betalen. Restaurant boven bij de Vulkanen aangekomen en hier maken ze dus ook gewoon hun eten. Dus hier kip zie hier liggen, gewoon op de warmte van de vulkaan. Echt bizar. Zo, en we gaan weer door met de taxi naar de volgende plek. We zijn nu bij de wijnproeverij. Heaven. We zijn net weer afgezet met de taxi's en we gaan nu even lekker een stukje verkennen. We zijn net klaar met de show Yellow. We hebben er vandaag 2 gedaan. Normaal deden we altijd 1, maar het rooster is veranderd. En holy shit, wat een show is dit. Mijn make-up is er bijna af door al het zweet. En mijn haar is echt een mess. But I survived. Na de show moeten we natuurlijk even een late night snack eten. Goedemorgen!
We zijn weer lekker buiten en we gaan zo lekker Las Palmas in. En omdat ik niet kon ontbijten, heeft mama lekker een broodje voor me gemaakt. Even lekker een ijsje halen. Even gezellig met z'n allen wat eten buiten aan het strand. Eet smakelijk! En ik ben inmiddels weer backstage en ik ben met de eerste show bezig. En mijn hele familie zit op de eerste rij in het midden. Echt superleuk. Ik zie gewoon 9 man te kijken. Voor mij is het echt superleuk. En zo meteen zijn de dansen aan de beurt. Dus ik ga weer even backstage. Even tussen de twee shows even eten bij Best Burgers. Lekker. Ben je een beetje verbrand of niet? Een klein beetje. Een klein beetje. Ja. Ik ook, dus ik mag ook niks zeggen. Oeps. We hebben net heerlijk bij Best Burger gegeten. En daarna heb ik ze nog even getrakteerd op een lekker ijsje bij de ijsbar. En nu ben ik weer backstage, want ik heb zometeen show 2 van de Ida Stars. En die gaan mijn moeder en mijn stiefvader weer gezellig kijken. Dus dat is echt super leuk. Dus ik ga nu even snel me omkleden om mezelf klaar te maken voor show 2. Laatste dans van de tweede show. Dus mevrouw moet even haar oorbellen in doen. Ja, yes. Ze doen pijn. Yes, dus altijd doen we show doet ze nu eens even uit. Show live. Maar ik moet nu gaan, want we moeten op. Goedemorgen, ik ben weer gezellig met de fam. En lekker even een koffietje te drinken. En we gaan even gezellige spelletjes doen. We zijn nog steeds het spelletje Feestellen aan het spelen. Echt super gezellig. En nu zijn even mijn moeder en John even een soort worst halen. En patatjes. Dus dan gaan we even lekker hier lunchen buiten op het dek. Ik heb net weer de bingo show gedaan. En nu gaan we zo meteen de zangershow Nashville kijken. Want ik heb weer stage watch. En we zitten gezellig met z'n allen bij het restaurant Steakhouse. En beginnend met een heerlijke carpaccio. Eet smakelijk! Vooral voor opa, succes met het opeten van al dit! Een stukje vlees heb ik gekregen. Ja, een klein stukje maar. Gezellig met z'n allen aan de cocktail. Lekker! En oma heeft wel een beetje een kleine cocktail, vindt u ook niet? Heeft wel een beetje een kleine cocktail, vindt u niet? Dat is allemaal voor. Succes met drinken!